الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ik ga nu woord geven aan Ria Kabust van Gent Platform Palestina. Actie Gent Platform Palestina. Ria Kabust. Beste Gentenaars, wij staan hier vandaag om onze verontwaardiging te uiten over wat er in Gaza gebeurt. Daarmee bewijzen wij dat Gent een solidaire stad is en een stad waar de mensen nog een hart hebben. Wij hebben moslims gehoord met een hele mooie gebed voor de mensen in Gaza. Daar wonen ook veel christenen. We hebben hier ook veel christenen die meekomen betogen. We hebben vrijzinnigen die echt zo denken. Er was iemand zelfs die kwam getuigen als Jood die dienstweigeraar geweest is in Israël. Maar ik weet niet of hij hier gaat geraken, want die moest van zijn werk komen. Het zijn van alle geloven samen dat we hier willen opkomen tegen die meer dan 1400 doden die er nu al gevallen zijn. Er zijn volgens de laatste cijfers die ik zag al meer dan 7700 gewonden. Ik denk niet dat ik moet uitwijzen wat een verschrikkelijke zaken daar gebeuren in Gaza. We hebben veel beelden gezien op internet, ook bij de media. En men blijft daar oproepen voor solidariteit. Er zijn al overal ter wereld betogingen geweest en acties. En de volksbeweging, de mensen uit Palestina, uit de bezette gebieden, hebben zelfs opgeroepen om vandaag een vrijdag voor Gaza te maken onder het motto stop de agressie op Gaza. En tweede spreker, iemand van Stad Gent, onze schepen Tom Balthazar, komt hier een woord spreken. Dus jullie hebben onze eisen allemaal gehoord. En Stad Gent is hier ook aanwezig via Tom Balthazar. Bedankt, Shaban. Dames en heren, vrienden, ik ben hier maar net toegekomen, want ik was deze namiddag in vervanging van collega Brakke huwelijken aan het sluiten. Dat is feestelijk, dat is plezant. Maar echt feesten kunt je op dit moment niet, wanneer dat je denkt wat er allemaal aan verschrikkelijke zaken aan het gebeuren is in de Gazastrook. En hoe dat je ook kunt doordenken of discussiëren op het conflict, zomaar langs de kant blijven staan en met de armen gekruist blijven staan, dat kan je niet. En dat is ook daarom dat ik vond dat ik hier ook vandaag moest aanwezig zijn en jullie mijn steun betoon. Het is een conflict waar dat je enorm lang kunt over discussiëren, waar dat je veel geschiedenis moet over kennen, maar sommige zaken zijn wel eenvoudig. Namelijk dat bepaalde vormen van geweld niet kunnen verantwoord worden. Niet kunnen verantwoord worden en dat men daardoor niet moet zoeken naar geschiedenis. En ik zag vandaag één prent die het mij duidelijk maakte dat het verantwoord is om hier te zijn en niet alleen verantwoord is om hier te zijn, maar dat het nodig is om hier te zijn. En daar stond er, het was in het Engels, maar ik kan het wel vertalen. Het is niet omdat ik antisemiet ben, het is niet omdat ik pro-Hamas ben, dat ik deze actie ondersteun en dat ik vind dat ik hier moet zijn. Maar het is omdat ik humanist ben, omdat ik mens ben en omdat ik dat niet kan aanvaarden wat daar gebeurt. En in die zin hoop ik dat een open, gastvrije, diverse, geëngageerde stad als Gent verder dit soort boodschappen laat horen en vooral dat die boodschappen zo luid weer klinken dat ze echt gehoord worden en effect hebben. Bedankt. Jafri again. Stem van de jongeren. Saba Kazmi. Goedemiddag en assalamu alaikum.
Ik wil jullie eerst en vooral allemaal bedanken voor jullie komst. Op zo'n korte tijd hebben we zoveel mensen kunnen verzamelen. En daarvoor zou ik alle VZW's en alle vrijwilligers die eigenlijk deze actie gesteund en gedeeld hebben op Facebook en op alle soorten media, van harte willen bedanken. Vandaag zijn we hier gekomen. Ongeacht onze identiteit, geloof, geslacht of leeftijd. Als broeders en zusters, samen om te protesteren tegen het onmenselijke geweld dat zich afspeelt in Palestina en voornamelijk Gaza. Het gaat niet om het feit of we Jood zijn, moslim zijn, hindoe zijn of christen zijn, want vandaag is iedereen hier aanwezig. Niet omdat we moslim zijn, maar omdat we mensen zijn. En we moeten opkomen voor de menselijkheid. Het is niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar ook een plicht voor elke Gentenaar en elke burger over heel de wereld om aanwezig te zijn op zulke acties en om zo de Verenigde Naties wakker te schudden en te laten beseffen dat zij de eerste stappen moeten zetten en zoveel mogelijk moeten proberen om Israël en Israëlische producten te boycotten. Op elk klein voorval dat in de wereld gebeurt, komt de Verenigde Naties op. Neem maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Malala. Jullie kennen Malala waarschijnlijk uit Pakistan. Ik ben zelf van Pakistan, maar ik vind dat als ze voor één meisje dat door het hoofd geschoten wordt kunnen opkomen, dat ze ook mogen opkomen voor de duizenden Palestijnen die daar vermoord worden. Dat zijn ook allemaal kinderen en ze hebben allemaal het recht om ook gered te worden. Dus mijn vraag is eigenlijk naar de Verenigde Naties en alle overheden waar ze op dit moment zijn. Bij elk ding kunnen ze wel zeggen van in Irak gebeurt dit en dat wat niet gebeuren in Iran, ze mogen dit niet doen, ze mogen dat niet doen. Ik vind dat ze dan ook iets moeten zeggen op Gaza, dat ze het lef moeten hebben om ook op te nemen voor een kleine volk dat nu op dit moment heel erg onderdrukt en uitgemoord wordt. Ten slotte worden er eigenlijk op dit moment in Gaza heel veel internationale rechten geschonden. De internationale rechten van de mens, die ondertekend zijn door 80% van de landen ter wereld. En daar wordt niets aan gedaan. Het belangrijkste van allemaal, het recht op een huis. De mensen hebben geen huis om in te wonen, hun huis wordt gebombardeerd. Ze hebben hier recht op geluk. En het allerbelangrijkste, ik denk dat dit het belangrijkste is voor elke mens op de wereld, het recht op leven. Ik wil je zo oproepen naar de Verenigde Naties. Word wakker en verzet jezelf tegen Israël. Want, en namens ons allemaal, is er nog één boodschap aan de media en alle overheden en aan heel de wereld, dat het anderen zullen zijn die zullen stilzitten en niet zullen reageren op zo'n geweld. Maar Gent is het niet. Free Palestine!